Goed. Kun je jezelf in het kort voorstellen? Ik ben Esther Reinders, geboren en getogen in Almeloze. En ik woon op het Kolfveld samen met mijn man en twee zoons. En in het dagelijks leven ben ik coach voor familiebedrijven om te helpen bij een succesvolle overdracht. Wat is de reden dat je je verkiesbaar hebt gesteld voor de gemeenteraad van Almelo? Ik ben heel graag maatschappelijk betrokken en ik doe graag mee. Dus dit leek mij een hele goede manier om dat te doen. Wat trok je zo aan in de politiek? Wat trok mij aan in de politiek? Nou ja, juist het kunnen meedoen en het mogen meebeslissen, dat vind ik heel mooi eraan. Waarom voor de VVD? Nou, vrijheid is voor mij een kernwaarde. En ik ben een liberaal in hart en nieren, dus het was een logische keuze. Voor welke onderwerpen ga je je inzetten? Welke onderwerpen? Nou ja, in de campagne heb ik mij hard gemaakt voor een goede balans tussen mens, natuur en economie. En dat zijn voor mij richtlijnen om bij elk onderwerp daarnaar te kijken. Bijvoorbeeld nu met afval is een actueel issue, dat stond onlangs in de krant. In Almelo wordt bovengemiddeld veel restafval geproduceerd. Nou ja, en ik ben dan benieuwd hoe we dat kunnen oplossen door te kijken naar die drie elementen. Dus mens, natuur en economie, om dat in balans te brengen. Hoe is het raadswerk tot nu toe bevallen? Ja, wel goed. Boeiend, kan ik wel zeggen. Dus ik vond het interessant. Wat vond je moeilijk of lastig? Ja, ik denk vooral de procedures die er zijn en de protocollen die er zijn om die allemaal te doorgronden en daar goed in te worden. Waaraan moest u het meeste wennen? Nou ja, in het begin heb ik wel eens gezegd, er wordt wel eens vergaderd over het vergaderen. En sommige vergaderingen kunnen ook lang duren. En nou ja, dat vraagt wat geduld en daar moet ik wel eens aan wennen. Welke tip kunt u geven aan inwoners die zich over 4 jaar verkiesbaar willen stellen voor de gemeenteraad van Almelo? Nou, allereerst ga dat vooral doen. En ik zou zeggen, ga in gesprek met de huidige raadsleden. Want ik denk dat die het beste kunnen vertellen wat het inhoudt om te gaan doen. Dank u wel. Nou, alsjeblieft. Jullie bedankt.